Op het Da Vinci College werden woensdag workshops gegeven voor leerlingen en bedrijven om uit te zoeken hoe de leerlingen in de zorg begeleid zullen worden. Leerlingen van niveau 3 krijgen al les in positieve gezondheid. Komend schooljaar wordt het ook doorgevoerd op niveau 4. Vroeger hadden we studenten die leerden we hoe ze spuitjes moesten zetten en hoe ze katheters moesten inbrengen. En we hadden andere studenten en die leerden we hoe ze met mensen moesten omgaan als dagbesteding of zingeving noemden we dat, begeleiding. Nu hebben we die opleiding gecombineerd. Dus onze studenten leren zowel spuitjes zetten als andere mensen begeleiden en een zinvolle dag geven. Om de opleiding van de leerlingen zo goed mogelijk op de praktijk te laten aansluiten, worden workshops gegeven. In de eerste workshops denken de managers en de bestuurders na over wat betekent dit voor de medewerker van de toekomst. Hoe moet die medewerker opgeleid worden, maar ook wat wil ik straks in mijn instelling hebben. In de tweede workshop denken we na over hoe we partners in opleiding kunnen zijn. Aan de ene kant de zorginstelling, waar mensen stage lopen, en aan de andere kant onze gezondheidszorgopleidingen en welzijnsopleidingen. En in de derde workshop kijken we wat betekent dit voor de werkvloer. Een student van ons die zowel zorg als welzijn in zijn pakket heeft, hoe moet je die nou begeleiden als die op stage gaat? Positieve gezondheid houdt in dat er niet alleen gekeken wordt naar de lichamelijke gezondheid van iemand. Als ik nou bijvoorbeeld kijk naar mijn moeder is 82 en mijn moeder ze heeft het allemaal prima op een rijtje. Woont in een groot huis, heeft een ruime tuin en die is eigenlijk op haar 82ste, en dat noemen wij hier mentaal welbevinden, nog heel erg up-to-date. Maar als ik dan naar die bovenste ga, en dat is eigenlijk wat positieve gezondheid ook is, gezondheid. Mijn moeder is 82, zei ik al, en die is dus eigenlijk niet meer zo heel gezond. Ze heeft hartproblemen en dat maakt dat zij heel snel vermoeid is. Dus als het gaat om lichamelijke functie of om het dagelijks functioneren, heeft ze beperkingen. Alleen, mijn moeder zit daar niet zo mee, want die kan haar lichamelijke beperkingen overkomen. En dat doet ze door bijvoorbeeld met een e-bike op pad te gaan. En die e-bike is een technologische toepassing die we nu allemaal hebben, waardoor we dus wel langer gewoon een beetje vitaal kunnen blijven. En als je dan kijkt naar mijn moeder, wat die e-bike voor haar doet, dat betekent dat ze gewoon mee kan. Ze kwam gisteravond terug uit Oostenrijk. Daar heeft ze dus wel bergen beklommen met de e-bike. En als je dan hieronder kijkt van kwaliteit van leven, dan betekent dat dat mijn moeder haar leven dus eigenlijk gewoon een 10 geeft. Mijn moeder geniet, die is er gewoon heerlijk van toe, terwijl haar cardioloog vindt, en dat is die gezondheid, haar cardioloog zou haar geen 10 meer geven. Maar mijn moeder zegt, en dat is deze, de acceptatie van ik ga de 100 meter nooit meer in 10 seconden rennen en dat ik vind het prima zo. Dus ik ben helemaal tevreden en dat is wat positieve gezondheid en eigen regie met mensen doet.